Yo mensen, drie overwinningen in zijn laatste vier wedstrijden. Le Toro de Lecheret, Arne Dely heeft de circuit door dat die gewonnen vandaag. Terwijl Luke Plep ook een mooie rit heeft gereden in de Giro, spijtig genoeg niet gewonnen. Ik had het hem heel hard gegund, want dat is ook gewoon buiten manager, een van mijn favoriete renners. Zit heel lang van achter aan het begin en dan juist met naar voren kwamen aanval. Een paar keer ook geprobeerd toen Alaphilippe en Sanchez ook gevallen waren. Luc Plep er alleen vandoor. Alaphilippe had het moeilijk en dan opeens rijdt Lagos Sanchez het dicht. Spijt genoeg is er gebeurd, anders Plep had ik graag zien winnen. Voor de rest, Milan, 10 pinnen van de puntentrui, heeft ook nog lang aangehaakt. Was er nog lang bij, heeft zelfs op kop gereden in zijn paarse trui van het peloton. Lutsenko op 10, Martinez 9e. Tiberi heeft ook punten gepakt. Pogacar buiten zijn roze trui. Voor de rest, leuke rit, spannende rit. Twee spannende ritten na elkaar. Gaan we door naar morgen, tijdrit. Dan hebben we Plep, Milan, Costillo, Pellizzari, Pitti, Ernst, Montivier. We gaan verder een blikrol opzetten voor Costillo. Dan behouden we Tiberi, maken we Koopman. Hier. Ja, voilà zo. Tiberi Koopman, Plep, gaat ook een tijdrit rijden. Arendsman gaat ook vooruit gaan in de tijdrit, denk ik. Pitti is een goede tijdrijder. Zonder Milan ook een goede tijdrijder. Veurnen ook als ze wat tijdrijder. Lutsenko op een goede dag kan die goed tijdrijden. Martinez kan ook goed tijdrijden. We zullen morgen zien. Even bij het show later. Arne Dely heeft gewoon, dat is het belangrijkste van de paar. Was niet zo heel goed in Hongarije, maar dat maakt niet uit. Overwinning voor Lotto. Arne Dely, derde overwinning, laatste vier wedstrijden. Ciao, bye.